op Harlingenhaven, waar deze prachtige Vink al aan het kop maken is om dadelijk terug te gaan richting Jauwert. We staan hier dus, ik zeg ook want Jur is erbij, en ik ga eens eventjes kijken wat voor punt dit nou eigenlijk waard is. Mensen hebben dit 7,3 gegeven, dat waren in totaal 75.000 mensen gemiddeld. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat die 75.000 mensen eigenlijk hebben. Want die nou zo mooi is. Prettig. We gaan het een punt geven, we gaan het bekijken. Doe een duimpje omhoog, abonneer op het nieuwe kanaal, bijna de 400 abonnees. Bijna. Nou dames en heren, veel kijkplezier. Ja, ik moet hier dus echt kwerken als ik überhaupt boven de wind uit wil komen. Maar we staan hier dus op het station van Harlingenhaven waar we 1 uur en 20 minuten hebben. Dus in dat 1 uur en 20 minuten gaan wij eens eventjes kijken wat dit nou eigenlijk waard is. We gaan zo meteen eerst heel even naar het uiterlijk. Daarna naar de functies en daarna gaan wij het een oordeel geven. Nou, wat het uiterlijk betreft, het is eigenlijk gewoon 1 perron. Met daarop gewoon een instap- en uitstapmogelijkheid. Waar elk half uur of uur een trein komt. Nu is het een hele aparte dienstregeling. Want de ene keer rijdt hij wel in het half uur. En de andere keer in het uur. Het is maar afwachten wat de dienstregeling doet hier. Voor de wedergens kan je hier ook nog met de boot uit de Schelling volgens mij. Ja, volgens mij wel. Dat weet ik niet zeker. Ja, ik kan met de boot uit de toe, maar ik weet niet waar. Ja, de Schelling. Dat weet ik eigenlijk bijna zeker. Of Schiermonnikoog. Maar ik heb geen idee. Nou ja, zo ziet het er dus uit. Nou, in ieder geval dames en heren, we staan hier op een winddichte plek, wat eigenlijk best wel chill is. We gaan nu door met de feitjes en de weetjes over het station van Harlingenhaven. Het station is geopend op 27 oktober 1863. Het station die heeft natuurlijk als vervoerder Arriva, wat niet altijd was. Voorheen was dat het gewoon NS met de watlopertjes. En per dag zijn hier ongeveer 496 reizigers per dag. Moet ik er wel bij zeggen dat die laatste meting pas in 2009 is gedaan. Er is natuurlijk een aansluitende vervoerder, dat zijn de bussen. Maar je kan ook naar Vlieland of de Schelling met de boot hier. Daar ergens achter mij. Daar lopen we dadelijk wel even heen voor de shots. En dat waren eigenlijk binnen een halve minuut de korte feitjes over Harlingenhaven. We gaan nu door met de shots en daarna met de functies. En misschien dat ik nog wat leuks tegenkom of zo. Geen idee. Stationsbeoordeling zijn altijd korte video's, dus ja. Nou, dan kan je misschien denken, hoezo winddicht, weet je wel. Nou, hier heb je dus zo'n speciaal ding. En Jurre gaat even heel erg kort uitleggen waar dit nou precies voor dient. Nou, winddicht, wat Mike zegt, klopt niet helemaal. Als je hier naar boven kijkt, zie je een grote, ja, ik noem het, het is een ijzeren, nou, voor de makkelijkheid, hier heb ik aan Janneke taal een soort hout, een ijzeren plank. Zodra het hoogwater is, vloed, dan zou deze naar beneden kunnen, waardoor de mensen in Nederland en vooral hier in Harlingen gewoon droge voeten houden. En niet dat hier dadelijk nog een extra zee is, samen met dat. Ja, daar dient het eigenlijk voor. Ja, dat de Waddenzee niet opeens met Harlingen gaat combineren. Nee. Nee, precies. Wanneer je het over de duivel hebt, dan gaat er net eentje weg. We gaan meteen even door met de functies, want anders kom ik toch nergens toe. Je hebt hier een brug, een oversteekmogelijkheid. En je hebt hier ook een trap. Je hebt hier een OV-chipkaartpaal, wat echt verdomd handig is. Ja, kijk. Zo functioneert dat dan. Weet je wat ik heel mooi vind, Jurre? Ze plaatsen hier een bankje, terwijl die trein helemaal achteraan stoppen. Je hebt hier een dienstregeling op papier die nog erger is dan de dienstregeling op Hardenberg. Nou, hier dus de zitmogelijkheid met het afval wegwerk prullenbak ding. Nou, laten we concluderen dat elke 150 meter zo'n mankje staat. Hier heb je een abri, dat is ook lekker makkelijk voor als het net zo hard waait of net zo hard vochtig en koud is als nu. Je hebt dan nog een abri. Die moet iedereen staan. Precies. Wat Jurre zegt buiten de camera is dat daar wel een mankje is en daar niet. Je hebt hier een kaartautomaat waar Jurre gebruik van aan het maken is. En je hebt een digitaal vertrektijdscherm. Een EHBO voor als er iets mis is. En een SOS-knop voor als er ook dingen mis zijn. Mochten dan mensen vrijwillig hierheen willen, de dienstregeling is aangepast.
de laatste beoordeling is geweest in 2021. Dat is een 7,6 geweest. Is dus de 7,3 in 2020. Dat betekent dat het met een 0,3 gestegen is. Ik weet niet in welke tijd, welke tijdperiode hè, dit gemeten is natuurlijk. Ja, in 2021. Maar ja, zomer, winter, weet ik niet. Wij staan hier nu in de herfst. En wat ik hieruit concludeer, is dat een 7,6 echt gewoon te veel is. Ik ben laatst bij Rotterdam Noord geweest. Zelfs dat was een lager punt, omdat gewoon, daar waren de basisfuncties, maar ook meerdere functies. Je hebt hier geen overstapmogelijkheden, behalve de bus, of de boot richting de Schelling of Vlieland. Je hebt een busaansluiting die wegrijdt als je aankomt gelopen. Er zijn niet zo heel veel reizigers, maak niet zo heel veel gebruik van. En de basisfuncties liggen er gewoon. Ik zeg al, ik weet niet helemaal wanneer dit gemeten is, maar ik geef het gewoon een 7,3. We geven het gewoon weer een cijfer terug van 2020. Een 7,3 is eigenlijk voldoende. Hoe het een 0,3 gestegen is, ik heb echt geen idee. Dit was in ieder geval de zonsbeoordeling, cijfer 2, aflevering 3. Op station Arnhemhaven. Weet jullie nou wel een leuk station die ik even moet beoordelen? Laat even in de reacties achter. Ik zie jullie bij de volgende video. Klik op het duimpje omhoog. Abonneer op YouTube kanaal. Jurre, bedankt voor de aanwezigheid. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei goed.